mensen, welkom bij weer een nieuwe video. En ik sta hier bij de Rekervlotbrug in Koedijk. En dit zie je hier niet elke dag voorbij gaan. Het is gondelvaart natuurlijk. Dus dit is een gondel. Jawel. En van deze is geen half werk gemaakt. Verder op de vaart nog veel meer. En je zou wel zeggen, je staat aan de verkeerde kant. Ja, dat klopt. Stond ik in 2019 ook. Stond ik ook aan deze kant. En toen kwamen de boten vooral van die kant af. En nou koos ik dus toch weer deze kant. Staat wel lekker rustig hier ook. Daar aan de overkant, dat is vol op publiek. Maar dit gaat ook prima zo. Ze zijn eigenlijk wel erg gericht de andere kant op, maar het is toch wel te zien hier. En er op de achtergrond komen er nog veel meer aan. Met allemaal verlichting natuurlijk. Dus er is even goed nog wel genoeg te zien aan deze kant. En die gondel die wordt geduwd door een opduwen met kerstlichtjes. Ja, helemaal mijn stijl, kerstlichtjes. Komt er ook weer aan natuurlijk dit jaar. Dit is wel erg vroeg, maar ook in augustus staat het leuk. En dat wat daaraan komt is ook leuk trouwens. Maar dit vind ik, ja, dit is mijn stijl. En dit is ook helemaal mijn stijl, hè. Zo'n verlichte boot. Ja, ik bedoel, als verlichte huis in mijn stijl is dan ook een boot natuurlijk. Joh, als ik toch nog eens een boot had gehad, dan had ik dit alsnog wel een keer gedaan. De tijd dat ik zelf een boot had, heb ik eigenlijk nooit gedaan, maar... Ja, dit mag ik graag voorbij zien komen. Er hoeft niet echt november of december voor te zijn. Nou joh, die staat in de zomer ook wel. In zijn geheel heb het wel iets, hè? Die verlichte kanaaldijk. Even kijken of ik daar nog wat meer views van kan maken. Dit waren zo'n beetje de laatste boten hier van de gondelvaart. Daar gaan ze. En die brug blijft hier open. Dus ik moet helemaal omrijden richting de Koedijker Vlotbrug. Ja, deze vlotbrug ligt ook in Koedijk, maar ik heb het over die oude Koedijker Vlotbrug. Ja, dit is het, hè? Al die verlichte huisjes. Ik zou bijna denken dat het een paar maanden verder is. Maar ja, los van de temperatuur dan, hè? En los van al die gondels. Ja, dan zou je bijna denken dat november, december is, zo met al die verlichte huisjes. Helemaal geweldig. Ik kan nog even verder opkijken, dan daar is nog veel meer verlicht. Ja, het maakt wel de sfeer, hè, die lichtjes zo op die kanaaldijk. Geweldig. Je hoeft het in dit geval geen kerstboord te wezen. Dat past het natuurlijk ook heel goed bij, maar ook bij dit. Ik ben er natuurlijk fan van, dus ook in augustus. Daar verderop er is volgens mij een gondel aan het omkeren. Ik weet niet of je hier nou al verder zou kunnen rijden op die kanaaldijk. Ik weet wel, in het begin van de avond red je het niet, maar ik weet niet of ik nu heel ver zou komen. Ik denk het niet. Ik denk dat het een heel kort stukje gaat worden, want daar verderop staan wel mensen die me tegen gaan houden, denk ik. Nou, het is dan wel augustus, maar dit neigt toch wel erg naar de kerst, hoor. In mijn ogen. En dat trouwens ook. Prachtig, joh, die sfeer. Ik kijk er elk jaar weer naar uit. En tref ik het gewoon nu al in augustus. Dat is elk jaar zo hier ook. Maar het is wel leuk om even vast te leggen om deze tijd. De gondelvaart is inmiddels voorbij. De laatste gondels varen weg. Ze zijn inmiddels allemaal uit natuurlijk. Ze gaan allemaal naar hun bestemming. Ik zit er inmiddels weer op. De kanaaldijk is ongeveer helemaal leeg. Ja, er lopen nog wel een hoop mensen. Ze zullen wel een beetje opletten hier. Maar toch nog even een beltje maken. En dan vaart er even goed nog een gondel langs. Je ziet hem natuurlijk wel wat minder goed als net natuurlijk, maar even goed nog wel leuk. En daar komen er nog een paar om. Heel leuk gedaan dit. Daar ook met al die lichtjes en die tekst. Ja, daar komen er nog een paar om. Even verder op kijken. Daar komen er nog een gondels om. En die achterbeurden zijn zo wakker. Alles tegelijk. Geweldig. Wat ik al zei, hier zijn de gondels op de terugweg. En ze zijn gewoon nog bezig, hè. Geweldig. En die sleeper die vaart gewoon achteruit. En die aan de andere kant die vaart er vooruit. Helemaal top.
En hier is hij nogmaals van even dichterbij. En wat is hij mooi. En die daar verderop zijn ook mooi. Ze komen langzaam deze kant op. Staat helemaal vol, zo te horen. Nou, of die mensen staan aan de andere kant. Oh nee. Nee, ze staan wel op die schuit daar. Jawel hoor. Ze zijn gewoon nog bezig. Het is eigenlijk al afgelopen, maar ze zijn gewoon nog bezig. We weten niet van de stopper. Ja, dat zijn de echte diehards. En natuurlijk een mooie sleper ervoor. En hij is prachtig. Jurassic Park. Ja. Hier is werk van gemaakt. Echt wel. En ik ben niet de enige die hem hier nog filmt. Allemaal top dit. Ze lopen hier mee, zie ik. Ja, daar loop je ook voor mee natuurlijk. Hier nog even dichterbij. Ja, dit is wel de mooiste hoor. Volgens mij. Ik heb er eens niet gezien, maar hier is echt werk van gemaakt. Ja, een meer komt er verder in brand, hè. Dat gaat daar de andere kant op. To Jurassic Park. Ja, echt wel. Het is gewoon helemaal super dit. En nogmaals, want dat verdient het werkstukje wel hier. Zo. Er worden hier allemaal foto's genomen en er wordt gefilmd. En daar gaat de Jurassic Park gondel. En die daar gaat de andere gondel op. En die andere ligt daar nog steeds stil verder op die boot. Zulke geluiden heb ik hier nog nooit gehoord op de Kanaaldijk. Geweldig. Een kerk op het Noord-Hollands kanaal. Wanneer zie je het? Nou, hier nu dus, tijdens de gondelvaart. Geweldig. Mooi bouwsel, joh. Je moet daar natuurlijk nog door die vlotbrug heen verderop. Maar hij is prachtig. En ik ga hem hier afsluiten. Ik ga weer terug richting het subtropische Noordschewouden. Ik heb even wat kleine beelden gemaakt van de gondelvaart. Dat stond hier niet tijdens de drukte, want het stond natuurlijk aan de andere kant. Net als in 2019. En hier gaat een kerk voorbij. Op het kanaal. Nou, is die geweldig. En de eerste auto gaat alweer langs op de Kanaaldijk. En ik ga naar Smeren hier ook. Ik ga er vandoor richting het subtropisch Noordschewouden. En ik zeg hier tot de volgende.